Dus naast me komen te staan, Jan Veenstra. Goedenavond. Hartelijk welkom bij Vrijes TV. Ik heb gelezen, je bent werkzaam als directeur bedrijven binnen de Rabobank. Wat houdt deze functie precies in? Ja, dat is bij Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland. Dus dat is in deze omgeving. En ik ben verantwoordelijk voor alle zakelijke dienstverlening, van assurantium tot kredieten. De ondernemersdesk die we hebben. Dus ja, zo'n 10.000 zakelijke klanten die wij bedienen. Ja. Oké. Waarom is de Rabobank sponsor geworden bij het ijshockey? Ja, wij werden een aantal jaren geleden werden wij gevraagd, ik dacht dat het A6 Cars was, die hier toen begon. En Docs Image Makers was hier toen ook al bezig. En die vroeg van, wil je meedoen? En toen zeiden we, ja, eigenlijk zullen wij wel meedoen. Want het is natuurlijk hartstikke leuk dat ijshockey hier gewoon succesvol is. En dat is het. IJshockey hoort bij Heerenveen. En we willen als Rabobank er graag aan bijdragen. Want we geloven er ook wel in dat uiteindelijk het ijshockey ook weer wat mooie uitstraling heeft op Heerenveen en het bedrijfsleven en dergelijke. Dus dat is alleen maar goed. Een win-win situatie. Ja, dus. En het is natuurlijk ook leuk om relaties hier mee naartoe te nemen. En naar ijshockey te kijken. Mooi sport. Hè? Ja. Blijft het ook, hè? Ja. Ja. En je bent coach binnen het project Business Voice of Heerenveen. Dat klopt, ja, daar heb ik ook aan meegedaan. Ja, wat houdt dit project precies in? Nou, dat is zeg maar een soort voice zoals we het kennen van tv, hè, ja. Met Marco Borsato en dergelijke. En dit was dan voor ondernemers. En die ondernemers die hebben die doen dan een pitch, hè, met een bepaalde coachvraag. En als coach mocht je dan zeg maar omdraaien en dan kreeg die ondernemer een coach. En dan heb ik een dagdeel mogen coachen bij die ondernemer. Lijkt mij als ondernemer een prachtige kans om ook een beetje bekend te worden natuurlijk. Dat ook. Dus in de zaal zaten wel 100 mensen of zo, dus dat was hartstikke leuk. Ja. En hoe was het dan om weer iemand te mogen coachen? Ja, dat is leuk. Hè, want natuurlijk doe ik dat ook wel vanuit mijn professie als bankier. Maar dit gaat dan ietsje breder, hè? Omdat eigenlijk run ik zelf ook een onderneming, zo zie ik dat dan. Dus dan ga je toch nog op een andere manier met elkaar in gesprek. Dus niet alleen over de financiën en de plannen, maar ook verder personeel en dergelijke en marketing. Dus interessant. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Ik hoorde je volgens mij net zeggen dat het ging om één dag. Ja, er kwam wat vervolg aan. Hè? Maar nou, daar was ik benieuwd naar. Ook je netwerk wat je natuurlijk ter beschikking kan stellen aan zo'n ondernemer. Dus het ligt wel weer in de planning om zo'n project op te zetten? Ja, we doen dat samen met Heerenveen en Gouden Plak, waar ik ook bij betrokken ben. Hè? Dus dat is ook een mooie manier om Heerenveen weer meer op de kaart te zetten. Ja. Absoluut. Ja. Jan Veenstra, je achternaam is natuurlijk niet geheel onbekend hier in Heerenveen. Want jouw vader was de directeur van Veenstra Verwarming in de tijd van de Veenstra Fly is klopt. Hier. Wat heb jij meegekregen van die tijd? Nou ja, toen ik geboren werd, toen was mijn vader al heel erg druk mee. Zelf was ik 4 jaar toen ik voor het eerst op het ijs stond hier. Dus ik heb zelf ook in de jeugd meegeijshockeyd. En ik was eigenlijk wel bij elke wedstrijd, moest ik mee. Hè? Of moest ik mee, mocht ik mee. Ja. Nou, dat was mooi. Daar heb ik goede herinneringen aan. We hadden laatst hier met de ondernemerskring Heerenveen ook een bijeenkomst. En hier midden in de hal mocht ik openen. En toen kreeg ik toch wel het gevoel van, ja, dit is toch wel een bijzondere plek voor mij, het stadion. Het betekent dus eigenlijk meer voor je dan je eigenlijk nog dacht. Ja, dat kwam wel een goed gevoel. Ik ben natuurlijk trots op wat mijn vader en mijn oom en het bedrijf daar in betekend heeft in die tijd. Ja. Zijn er nog herinneringen bij blijven hangen? Ja, zeker wel. Vooral na die tijd, hè, dan het de sticks ophalen en de hele volle stadions en zo. Dat maakte toch wel indruk. Ook een aantal jaren geleden hebben we natuurlijk die reunie hier gehad. Ja. Ja, dat was toch wel heel bijzonder hoe dat dan toch nog leeft. En, dan krijg je het ook weer bewust mee natuurlijk. Klopt. Ja. Ja. Dus de keuze om sponsor te worden bij het Heerenveense ijshockey was uiteindelijk helemaal niet zo moeilijk voor je. Nee, ik kon daar geen nee tegen zeggen. Nee. Dat ook niet, maar we willen het ook gewoon graag. Hè. Dus precies. Het is gewoon mooi. Ja. 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 Jan, ik bedank jou voor je komst vanavond. Graag en ik wens jou een hele fijne wedstrijd toe. Dank je wel.